Wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer! Met mama en papa ontdek ik steeds meer. Groter groeien valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. De bril van Kajoe. Vandaag ging Kajoe met mama mee naar het winkelcentrum. Als gezelschap had hij Oogje, de superuil, meegenomen. Hij had een hele speciale superkracht. Wat ziet Oogje nu, Kajoe? Oogje ziet de golfclubs van papa in de achterbak liggen. Wauw! Het is best handig om door dingen heen te kunnen kijken, vind je niet? Oogje ziet ook dat mijn buikje leeg is en een ijsje nodig heeft. Leuk geprobeerd. Mama nam Kajoe mee naar de winkel waar ze brillen verkochten. Ze had een afspraak met de opticien. Kajoe had nooit erg veel nagedacht over zijn ogen. Tot vandaag. Hij wist niet dat het zo belangrijk was om je ogen te laten controleren. Uw ogen zien er goed uit. Joepie, nu is het mijn beurt. Jouw beurt? Goed dan. Ken je het alfabet al? Ja. Dan heb ik een perfecte test voor je. Dit is een oogmeting. Doe dit maar voor één van je ogen. En dan mag je met je andere oog de letters in iedere rij opzeggen. Je moet ze hardop voorlezen. Ben je er klaar voor? Goed zo. Nu de volgende rij. De f en de p. De letters op de kaart werden iedere keer een beetje kleiner. Maar Kajoe kon ze allemaal voorlezen. Met allebei zijn ogen. Zelfs de allerkleinste lettertjes. Nadat de test voorbij was, vertelde de opticien aan Kajoe dat zijn ogen niet zomaar goed waren, maar heel erg goed. Veel plezier met uw nieuwe leesbril. Mama, heb jij echt een bril nodig? Maar je zei toch dat je ogen goed waren? Ja, dat klopt. Maar voor sommige dingen heb ik een speciale bril nodig. Net als de speciale bril waarmee Oogje door dingen heen kan kijken? Nee, de mijne zorgt dat ik dingen kan lezen. Zoals dit. Mag ik ook een bril hebben? Die heb jij toch niet nodig? Jouw ogen zijn hartstikke prima, weet je nog? Kajoe wist zeker dat een speciale bril zijn ogen beter zouden maken. Hij wilde ook door dingen heen kunnen kijken, net als Oogje. Kajoe wilde heel graag zijn eigen bril hebben. Maar hij wist dat hij die niet zou krijgen, tenzij hij slechte ogen had. Is dat een hondje op de voorkant, mama? Nee, dat is een jongen. Echt waar? Wauw, je hebt gelijk. Het is inderdaad een jongen. Heb je soms plotseling moeite om dingen van dichtbij te kunnen zien? Ja! En hoe zit het dan met dingen van veraf? Ja, die ook. Goed, laten we eens gaan kijken. Kan je zien wat daar staat? Volgens mij is het een paard. Nee, dat is een motor. Oh, zie je wel, mama? Ik heb echt een bril nodig. Kajoe, kijk eens wat ik hier voor je heb. Oh, een nieuwe voetbal! Kajoe? Hoe komt het dat je de motor aan de overkant van de straat niet kan zien, terwijl je een voetbal, die veel kleiner is, wel kan zien? Oh-oh. Heeft iemand problemen met zijn ogen?
Oh, nee hoor, ik niet. Ik wilde alleen maar mijn eigen bril hebben. Net zoals mama, een oogje. Hier is mijn oude bril, Caillou. Nu ik een nieuwe heb, heb ik deze toch niet meer nodig. Wauw, bedankt! Hij is leeg. Er horen glazen in een bril. Anders is het geen echte bril. Caillou bedacht ineens een manier om zelf een bril te maken. Kijk, nu ben ik net als Oogje. Die glazen zien er een beetje wazig uit. Nee hoor, ik kan goed zien. Heel goed zelfs. Nu Caillou eindelijk zijn eigen bril had, kon hij niet wachten om door muren en deuren heen te kijken. Net als Oogje de superuil deed. Maar hoe lang hij ook naar de kast staarde, of hoe dichtbij hij ook kwam, hij kon er niet doorheen kijken. Waarom werkt mijn bril niet? Caillou dacht dat zijn bril misschien niet werkte, omdat hij niet groen was zoals die van Oogje. Toen besloot hij om zijn bril uit te proberen op de kattenmand van Gilbert. En het leek nu net alsof de kat in de mand lag. Je bent braaf, Gilbert. Bah! Jij bent Gilbert niet! Pas nadat Caillou zijn bril weer afzette, besefte hij hoe scherp hij alle dingen kon zien. Mama, je mag je oude bril weer terug hebben. Ik heb hem niet meer nodig. Oh, weet je het zeker? Ja, ik kan veel beter zien zonder een bril. Trouwens, hij werkt niet. Hoe bedoel je dat, lieverd? Hij geeft geen licht, dus ik kan niet door muren kijken zoals Oogje. Oh, Caillou toch. Geen enkele bril kan dat. Ik weet het. Ik hoopte stiekem dat hij het wel kon. Hey, Caillou. Wil je anders misschien mijn oude bril een keer uitproberen? Die is niet om beter te zien, maar wel heel erg grappig. Hij kan niet door dingen heen kijken, maar maakt wel iedereen aan het lachen. Dat is zelfs nog beter. Caillou begreep nu hoe belangrijk het was om goede ogen te hebben. Met of zonder bril. Het dansfeestje van Caillou. Oké. Doe je armen omhoog, zo hoog als je kan. En probeer de lucht aan te raken. Nog iets hoger en... we zijn klaar. Wauw, goed gestretst, jongens. Goed, ik heb een verrassing voor jullie. We gaan morgen een echt feestje vieren. En we gaan heel veel dansen. Ja! Ja! Caillou had best zin in een feestje. Totdat hij besefte dat hij niet wist hoe hij moest dansen. Ik heb nog nooit gedanst op een feestje. Jij wel, Leo? Nee, maar het klinkt heel erg leuk. Oké, daar gaan we. Caillou wilde goed voorbereid zijn voor het dansfeestje van morgen. Omdat hij bang was dat hij een foutje zou maken. Oh, Gilbert! Wow! Oh. Je hebt gelijk, Gilbert. Ik moet hulp gaan halen. Hoi, Caillou. Wat ben je aan het doen? Tja, er is een feestje morgen op de peuterschool. En ik weet niet hoe ik moet dansen. Ik laat het je wel zien. Ik was een hele goede danser toen ik nog op school zat. Caillou vond de dansstijl van papa heel bijzonder. Die wilde hij ook wel eens uitproberen. Om te dansen moet je goed naar het ritme van de muziek luisteren. Oeps!
Sorry, Caillou. Ik ben bang dat de dansles voorbij is. Misschien kan mama je wel verder helpen. Oké, bedankt papa. Mama, juf Martin gaat morgen een feestje geven. Een dansfeestje. Oh, dat klinkt heel erg leuk. Ja, dat wel. Maar ik weet niet hoe ik moet dansen. Iedereen danst op zijn eigen manier, Caillou. Doe gewoon wat je zelf wil. Kun jij laten zien hoe jij danst? Nou, ik heb jarenlang op balletles gezeten. Caillou vond het prachtig. Hij wist niet dat zijn mama zo goed kon dansen. Oh, oh, wauw! 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 Bedankt, mama. Maar ik denk niet dat dit soort dans iets voor mij is. Oh. Rosie, leg die afstandsbediening eens weg. Opa en oma zijn er. Opa, oma! Er is morgen een feestje op de peuterschool. Kunnen jullie me leren hoe ik moet dansen? Ho, wacht even, Rosie. Mag ik de afstandsbediening even hebben? Ja. Mevrouw, het is tijd voor de tango. Caillou vond de dans van opa en oma ontzettend indrukwekkend. Hij wilde het ook graag uitproberen. Rosie? Tango? Wat een mooie tango! Auw! Meteen! Rosie? Sorry, Caillou. Maakt niet uit, die pakken we later wel. Jullie hebben het goed gedaan. Caillou kon niet kiezen. Sterker nog, hij twijfelde nu nog meer dan eerst. Er bestonden zoveel verschillende manieren om te dansen, maar er was geen enkele manier waar hij goed in was. Oh, zelfs Rosie weet hoe je moet dansen. Iedereen kan dansen, behalve ik. De volgende dag was Caillou heel erg stil toen hij naar de peuterschool liep. Is er soms iets aan de hand, Caillou? Ik weet nog steeds niet hoe ik moet dansen. Wat moet ik nu doen? Het feestje is vandaag al. Caillou, er bestaat geen verkeerde manier om te dansen. Het belangrijkste is dat je het leuk hebt. Dat is waar, ja. Je gaat het heel erg leuk hebben. Let maar op. Hebben jullie zin om te dansen? Ja! Ja! Kom op, doe met me mee! Juffrouw Martin had heel erg veel lol terwijl ze danste. Caillou was al snel vergeten hoe nerveus hij eerst was. Caillou zag dat zijn klasgenootjes heel erg veel plezier hadden. Hij ging het zelf ook gewoon proberen. Caillou begon steeds meer te swingen. Zoveel zelfs dat hij een paar eigen danspasjes wilde proberen. Ja, joppie! Woehoe! Moet je Caillou zien dansen? Ja! Wauw, wat kan jij goed dansen, Caillou? Wat is je geheim? Ik heb geleerd dat het niet uitmaakt hoe je danst, zolang je het maar leuk hebt. Ja!
Dat heb je goed gezegd, Caillou. De schaduw van Caillou. Kijk, mama. Ik ben een konijntje. Ik ben een giraf. Ik ben een dinosaurus. Oh, kun je ook een galopperend paard nadoen? We komen nog te laat op school als we niet opschieten. Dag mama. Tot straks. Het is een mooie dag voor schaduwen, vind je niet, Caillou? Ja, dat komt omdat er geen wolken zijn. Als de wolken voor de zon staan, zijn er geen schaduwen. Tjonge, wat weet jij veel over schaduwen, zeg? Caillou vond het heel spannend toen juffrouw Martin zei dat ze binnen ook schaduwen mochten maken. Oh, wauw! We doen net alsof deze zaklamp onze zon is. Wie wil er schaduwen maken? Wat gebeurt er als er een wolk langskomt? Caillou? De wolk gaat voor de zon en dan is er dus geen schaduw. Dat klopt, Caillou. Jij weet veel over schaduwen, zeg. Jij bent vast een wetenschapper. Wetenschappers leren ons dingen over de wereld om ons heen. Caillou was heel erg trots op het feit dat hij een echte wetenschapper was. Heb jij zin om dinosaurus schaduwen te maken als we buiten gaan spelen? Ja! Maar tijdens het buitenspelen overkwam Caillou iets onverwachts. Wauw! Oh! Waar is onze schaduw heen, Caillou? Caillou dacht dat hij alles wist over schaduwen, maar daar had hij geen antwoord op. Wie het eerst bij de glijbaan is! Hij had nog wel een schaduw, maar die was nu heel erg klein. Caillou was erg teleurgesteld. Caillou, wat is er aan de hand? Caillou vond het leuk om een wetenschapper te zijn. Hij wilde niet toegeven dat hij niet wist waarom zijn schaduw was verdwenen. Maar hij wilde ook heel graag weten waarom hij was verdwenen. Juf Martin, waarom is mijn schaduw weg? Dat is een hele goede vraag van je, Caillou. Zullen we daar binnen over praten? Caillou heeft een vraag. Kun je hem voor iedereen herhalen? Niet verlegen zijn. Wetenschappers stellen altijd dat soort vragen. Echt waar? Absoluut. Zelfs wetenschappers willen meer leren over dingen. En om meer te leren, moet je nieuwsgierig zijn en vragen stellen. Waarom had ik geen schaduw meer toen ik net naar buiten ging? Nu zijn we allemaal wetenschappers die dit probleem proberen op te lossen. Goed, wat weten we van schaduwen? Je krijgt schaduwen als er iets voor het licht komt. Klopt. En als we buiten zijn, dan is dat felle licht de... De zon! Precies, ja. Goed. Staat de zon altijd op dezelfde plek in de lucht? Als ik vroeg opsta, dan zie ik de zon opkomen. Hij komt op achter het huis tegenover ons. En 's avonds gaat hij weer onder. Nu denken we net als wetenschappers. Dus, de zon is te zien op verschillende plekken in de lucht. Als de zon beweegt, bewegen de schaduwen ook. Juist. En waar stond de zon toen we net buiten aan het spelen waren, Caillou? Caillou dacht heel diep na. En ineens herinnerde hij het zich. Ik weet het weer. Hij stond recht boven mijn hoofd. Precies. Nu creëren we dezelfde situatie in ons lab. Lab?
Zo noemen we ons lokaal als we wetenschappers zijn. Het heet een laboratorium. Dit is zonsopgang. Zo zag je schaduw er vanmorgen uit, toch, Caillou? Ja! Nu plaatsen we de zon waar hij daarnet was. De schaduw is weg. Heel goed, Caillou. En wat denk je dat er straks gaat gebeuren? Eens kijken. Daarnet was de zon nog hierboven. En daarna zakt die dan dus naar beneden. Dat betekent dat de schaduwen straks weer terugkomen. Nu heb je gedaan wat wetenschappers doen, Caillou. Je hebt een vraag gesteld, de feiten bekeken en geraden wat er later gaat gebeuren. Straks gaan we naar buiten om te kijken of Caillou gelijk heeft. Oh, wat was het leuk om een wetenschapper te zijn. Maar Caillou was wel een beetje nerveus vanwege zijn gok. Had hij gelijk of niet? Toen Jonas in de walvis zat, toen dronk hij van het zilte nat. 1, 2, 3! Goed gedaan. Zullen we naar buiten gaan om te kijken of Caillou gelijk had en onze schaduwen terug zijn? Ja! Jij bent een hele goede wetenschapper, Caillou. Weet je waarom? Omdat ik gelijk had. Nou, vooral? Omdat ik vragen stelde. Precies, ja. Juf Martin, ik heb nog een vraagje. Vraag maar, Caillou. Mogen we schaduwtikkertje spelen? Natuurlijk. Ik pak je, Leo. Dag maar, als je kan. Caillou leerde hoe belangrijk het was en hoe leuk het kon zijn om vragen te stellen. Hoogvliegers! Caillou was erg opgewonden. Zijn oudere vriendje Daniel kwam dit weekend logeren omdat zijn ouders weg waren. Wanneer komt Daniel aan, mama? Oh, hij zal zo wel komen, Caillou. Heb je er zo'n zin in? Ja, Daniel is leuk. Hij kan skateboarden en fluiten en hij weet alles over dinosaurussen. Ja, Daniel weet heel veel, hè? Daniel weet echt alles. Weet hij alles? Echt waar? Hij is er! Hey Caillou, hoe gaat het met jou? Kom op, we gaan spelen. De Stegosaurus is de gaafste dinosaurus. Hij heeft een schild en stekels. Nee, de Tyrannosaurus Rex is het gaafst. De Tyrannosaurus is de koning van de dinosaurussen. Caillou dacht dat Daniel alles wist over dinosaurussen, dus moest hij wel gelijk hebben. Ja, de Tyrannosaurus Rex is het gaafst. De Stegosaurus is eigenlijk maar dom. Hé, hey, weet je, ik vind dinosaurussen niet zo leuk meer. Moet je dit eens zien? Een vliegtuig? Ja, vliegtuigen zijn echt vet. Caillou wilde graag op Daniel lijken, dus was hij het met hem eens. Ja, vliegtuigen zijn cool. Ik vind ze te gek. Oh ja? Welke vliegtuigen heb jij? Ik weet het niet. Caillou zocht en zocht. Maar het enige vliegtuig dat hij had was een model dat opa hem had gegeven. En dat was nog niet in elkaar gezet. Ik heb geen vliegtuigen. Het spijt me, Daniel. Maakt niet uit, joh. Ik maak er wel een. Caillou stond vol verbazing te kijken, terwijl Daniel snel het papier vouwde. Dat is een vliegtuig! Ja, en moet je eens kijken. Wauw! Wauw! Kan ik er ook een maken? Tuurlijk, dat is hartstikke makkelijk. Je vouwt het papier eerst zo. En dan aan de andere kant. Zo.
Hier, kijk maar. Zie je? Klaar om op te stijgen? Zeker! 3, 2, 1... Wauw, jouw vliegtuig vloog veel beter dan die van mij. Ach, dat was best wel goed voor de eerste keer. Ik heb dorst. Vind je het goed als we wat gaan drinken? Tuurlijk, wacht even. Caillou had ook best dorst. Maar het papieren vliegtuigje had hem op een leuk idee gebracht. Dit. Oh, ik zie het al. Het is een geheime boodschap. Zo te zien heeft er iemand dorst. Dat zijn wij, mama. Mogen we wat drinken? Mama, zag je hoe mijn vliegtuig vloog? Daniels vliegtuigen vliegen nog beter. Ze zijn te gek. Dat heb ik van mijn vader geleerd. Caillou, heb je Daniel het modelvliegtuig van je opa laten zien? Nee, hij is nog niet in elkaar gezet. Echt waar? Zullen we hem dan gaan bouwen? Ja, ik ga hem halen. Veel plezier, hè? Roep maar als jullie me nodig hebben. Dank u wel. Dit gaat echt te gek worden. Ja! Dat ziet er moeilijk uit. Nee joh, dat is een makkie. We kunnen het best zonder de handleiding. Zie je wel? Caillou had er minder vertrouwen in dan Daniel. Maar het plaatje hielp hem om te zien waar de onderdelen moesten komen. Caillou was trots. Hij had 2 onderdelen van de staart van het vliegtuig aan elkaar vastgemaakt. Kijk, Daniel! Oh, te gek, Caillou. Kijk, ons vliegtuig is af en klaar om te vliegen. Caillou dacht dat het vliegtuig niet helemaal klopte. Daniel, ons vliegtuig ziet er anders uit dan die op de doos. Waar heb je het over, joh? Hij is perfect. Het is tijd om te vliegen. Caillou twijfelde nog steeds. Maar hij dacht dat Daniel alles wist. Dus wat hij over het vliegtuig zei, moest wel kloppen. Piloot aan co-piloot, klaar om op te stijgen? Ik ben klaar. Daar gaan we dan. Ja! Oh, nee. Er is vast iets mis met het vliegtuig. Dat is balen. Nou ja, kom mee, Caillou. Laten we maar weer terug naar binnen gaan. Caillou wist zeker dat de vleugels van het vliegtuig verkeerd zaten. Hij besloot om ze zelf te veranderen. Daniel, misschien zaten de vleugels verkeerd om. Misschien heb je wel gelijk, Caillou. Laten we het proberen. Hij doet het! Wat goed, Caillou. Je hebt hem gemaakt. Ik had eigenlijk toch gewoon de handleiding moeten lezen. Jij bent echt super slim, zeg. Dank je. Piloot aan co-piloot, klaar om op te stijgen? Caillou was heel erg trots. Nu wist hij dat zelfs iemand van zijn leeftijd een ouder vriendje dingen kon leren. De bladerberg van Caillou. Dat was een behoorlijke klus. De papa van Caillou was de hele dag bezig geweest om de bladeren in de tuin op te ruimen. Wauw! Moet je al die bladeren zien? Inderdaad. Iedere herfst gebeurt er hetzelfde. De boom verliest zijn bladeren en ik moet ze opruimen.
Wow, ik kan niet wachten tot ik papa ben en alle leuke klusjes mag doen. Nou, als jij vindt dat bladeren opruimen leuk is, dan weet ik nog wel een herfstklusje dat je heel erg leuk gaat vinden. Je mag in die berg bladeren springen. Nog een keer. Nog een keer. Caillou had het ontzettend naar zijn zin. Hij wist niet dat in de bladeren springen zo leuk kon zijn. Nog een keer. Wauw. We zijn nu al heel lang aan het springen, Caillou. Laten we er maar mee ophouden, want het is bijna etenstijd. Caillou was een beetje teleurgesteld. Hij wilde doorgaan met dat bladeren springen. Oh, mag ik doorgaan met springen, papa? Ik vind het zo leuk. Ik wil je lol niet bederven, Caillou, maar het is tijd om op te ruimen. Ha, kom eens terug, jullie. dit wordt nog lastig. Kun jij me even helpen, Caillou? Oké. We zijn klaar. Zie je, Caillou? Voor ieder probleem is er een oplossing. Je moet gewoon je verbeelding gebruiken. Of je handen. Laten we maar naar binnen gaan. Maar papa, wanneer kan ik weer in de bladeren springen? Oh, waarschijnlijk pas de volgende herfst. Maar misschien vind je wel wat anders om in te springen. Dat leek Caillou best een goed idee. Maar hij vroeg zich wel af wat net zo leuk zou kunnen zijn als in een bladerberg springen. Caillou, waar ben je mee bezig? Ik wilde op die stapel kussens springen. Op de kussens springen? Sorry hoor, maar dat lijkt me niet zo'n goed idee. Maar mama... Ik deed net alsof het een bladerberg was. Oh, ik snap het. Tja, misschien kun je ergens anders wel een bladerberg vinden. Oh, oké, mama. Mama zei dat ze het geen goed idee vond om op de bank te springen. Maar ze had niets gezegd over het bed van Caillou. Hij veert! Caillou, wat ben je aan het doen? Ik probeer iets anders te vinden om op te springen. Oh, Caillou. Springen is leuk, dat weet ik. Maar je bed is niet het juiste ding om op te springen. Dat is bedoeld om in te slapen, dat weet je toch? Het duurt nog even voor het eten klaar is. Dus waarom vraag je niet aan Rosie of je op haar zitzak mag springen? Dat is ook leuk. Ja, Rosie's zitzak. Caillou dacht dat hij het perfecte voorwerp had gevonden om op te springen. Caillou, verhaaltje voor lezen. Het spijt me, Rosie. Ik heb geen zin in een verhaaltje. Ik wil springen. Kun je opstaan? Dan gebruik ik je zitzak. Verhaaltje. Ik heb een goed idee. We delen hem gewoon. Oh, schuif eens een stukje op, Rosie. Caillou en Rosie probeerden de zitzak te delen. Maar er was echt niet genoeg ruimte voor twee kinderen. Het past niet, het past niet. Oh, ik kan echt nergens springen. Dag, Caillou. Caillou werd een beetje sip. Hij wist geen enkele plek waar hij kon springen en plezier kon hebben. Op de bladerberg na dan. Oh, het bed van Gilbert. Gilbert, daar wilde ik net op gaan springen. Oh. Zie je, Caillou? Voor ieder probleem is er een oplossing. Je moet gewoon je verbeelding gebruiken. Of je handen. Papa, ik weet het. Papa maakte de berg van heel veel blaadjes. Mijn kussen.
Ja, dat is leuk. Caillou vroeg zich af wat hij nog meer op de berg kon leggen. Ja! Papa had dus gelijk. Voor ieder probleem was er een oplossing. Ha, dit gaat de meest verende berg ooit worden. Caillou stuiterbal! Wauw, zo te zien heb jij heel veel lol. Ja, ik heb mijn eigen bladerberg gemaakt. Nu hoef je niet meer te wachten tot de volgende herfst. En je ruimt straks je kamer op als je weer klaar bent, toch? Ja, straks hark ik alles weer aan. Ik wil je plezier niet bederven, maar het eten is bijna klaar. Je hebt vast trek door al dat springen. Goed, ik kom er zo aan. Caillou was heel erg blij. Hij had een geweldige nieuwe bladerberg gemaakt om op te springen. En hij had ook nog eens gezelschap. Koos je ook springen? En zo kwam Caillou erachter dat hij ieder probleem kon oplossen als hij zijn fantasie maar gebruikte. Het ruimteschip delen. Op een dag gingen Caillou en Leo samen met hun moeders op zoek naar een heel speciaal cadeau. Denk je dat Clementine dit leuk vindt voor haar verjaardag? Ja, ze houdt heel erg van kleien. Wij gaan haar zo deze puzzel geven. Toch, Leo? Leo? Als het mijn verjaardag zou zijn, dan zou ik deze willen. Een ruimteschip. Wauw, er zitten zelfs astronauten bij. Wat gaaf. Zou Clementine dat echt leuk vinden? Dat weet ik niet. Maar ik wel. Mag ik hem hebben? Oh. Ik ook. Ik wil hem ook. We zoeken een cadeautje voor Clementine. Weten jullie nog? Ja, dat klopt, Leo. Ik wilde eigenlijk vandaag maar één cadeautje kopen. Want het is niet jouw verjaardag, toch? Maar mag ik het dan zelf kopen? Ik heb nog wat geld van opa gekregen. Dat is niet genoeg, lieverd. Wacht, ik heb ook nog geld. We stoppen ons geld gewoon bij elkaar en dan kopen we één ruimteschip om te delen. Ja! Ik weet niet of dit een goed idee is. Het is moeilijk om iets te delen als je niet in hetzelfde huis woont. Maar wij kunnen heel goed delen. Ik neem hem de ene dag en dan neemt Leo hem de andere dag. Ja! En daarna krijg jij hem weer van mij en zo blijven we hem delen. Maar wie krijgt hem nu als eerst? Ikke! Neem jij hem anders eerst maar. Oh nee! Doe voorzichtig, Caillou, want het is ook het ruimteschip van Leo. Weet ik, maar hij mag er morgen pas mee gaan spelen. Vandaag is hij alleen van mij. Wauw, een ruimteschip. Mooi is hij, hè? Leo en ik hebben hem met ons eigen geld gekocht. Ik kan niet wachten om hem straks te laten zien. Hi Clementine, hi Caillou. Jee, je hebt het ruimteschip meegenomen. Die is echt te gek voor zien en zeggen. Maar ik wilde hem laten zien. Maar vandaag is het mijn beurt, weet je nog? Oh, dat klopt. Goed dan. Mission Control voor Caillou. Is het ruimteschip klaar om op te stijgen vandaag? Nee. Nee? Waarom niet? Leo heeft het ruimteschip. Het is zijn beurt. Het is niet eerlijk. Hij heeft altijd het ruimteschip als ik hem liever wil. Altijd? Maar jullie hebben hem gisteren pas gekocht. Morgen mag jij er alweer mee spelen, Caillou. Want je ziet Leo nog voor we naar het feestje van Clementine gaan. Dan kunnen jullie samen spelen met het ruimteschip. Ja, dat is waar. Zo, de astronaut is klaar voor zijn ruimtewandeling. Heel goed.
Maar ik moet nog landen op de maan. Maar dat kan niet. Het ruimteschip heeft een landingsbaan nodig. Maar het is geen echt ruimteschip. Dat weet ik, maar als we een landingsbaan maken, dan lijkt het gewoon nog echter. Ah, goed dan. Zo, dat is een mooie landingsbaan, toch? Ik haal het ruimteschip. Wat is er? Oh. Zo mooi! Oh. Waarom gaf je hem aan haar? Dat deed ik niet. Ze heeft hem gepakt. Je had voorzichtiger moeten zijn. Nu is hij helemaal verpest. Hé, ruimtereizigers. Het is tijd voor het feest van Clementine. Hebben jullie er al een beetje zin in? Ja. Nou, het klinkt niet alsof ze er zin in hebben. Ah, ik weet denk ik wel waarom. Breng jij de jongens maar vast even naar het feestje. Rosie en ik hebben hier nog iets schoon te maken. Toch, Rosie? Rosie niet krijten? Nee, niet op de spullen van iemand anders. Nou, gaaf! Goed gedaan, hoor! Het feestje van Clementine was geweldig, maar Caillou kon er niet van genieten. Hij dacht dat Leo nog boos op hem was en daardoor was Caillou een beetje verdrietig. Hij wist niet dat Leo ook een beetje verdrietig was. Mama, waarom ben je hier zo vroeg? Ik heb iets bij me voor je. Ik denk dat jij en Leo dat wel willen zien. De krassen zijn weg. Rosie en ik hebben het schoongemaakt. Bedankt, mama. Leo, kijk! Het ruimteschip is weer mooi. Wauw, weer zo goed als nieuw. Het spijt me dat hij zo vies was. Dat geeft niets. Misschien moeten we hem voortaan in jouw huis bewaren. Nee, dat hoeft niet. Neem jij hem maar. Echt waar? Wil je hem niet meer hebben dan? Jawel, maar we werden zo boos op elkaar en dat vind ik niet leuk. Ik ook niet. Maar wie krijgt nu het ruimteschip dan? Ik weet het. Oeh. Deze is van Leo en mij. Een ruimteschip. Wauw, bedankt. Ja, te gek hè? Jouw eigen ruimteschip. Ja, je kunt ermee landen op een landingsbaan. Dan is het nog veel echter. Caillou en Leo wisten dat hun vriendschap veel belangrijker was dan een speelgoedruimteschip. Caillou ging voetballen met zijn grootste fan, opa. Goed schop, Caillou. Weet je, toen ik zo oud was als jij, speelde ik ook voetbal. En op een dag speelde ik de bal weg bij het andere team en schopte hem heel hoog in de lucht. Wat gebeurde toen, opa? Hij stuiterde tegen de doelpaal en kwam weer recht op me af. Toen gaf ik meteen een kopbal, waardoor ik toch nog scoorde. Ik wou dat ik zo'n goede voetbalspeler was als u. Ach, ik vind je al hartstikke goed, Caillou. Laten we kijken of je kan scoren bij je oude opa. Klaar of niet? Ik schiet! Oeh. Goal! Volgens mij moeten jullie gaan, anders komen jullie nog te laat op de training. Oké, dag mama. Ik hoop dat mijn nieuwe coach net zo leuk is als u, opa. Oh, dat is die vast en zeker. Heeft u
u eraan gedacht de fruitijsjes mee te nemen voor na de training? Natuurlijk. Ga maar snel naar je teamgenootjes. Ik moet nog wat dingen pakken uit de auto. Hallo. Hoi, Caillou. Waar is de nieuwe coach? Weet ik niet. Hopelijk is die leuk. Hallo, team. Ik ben de nieuwe coach. Opa? Caillou was verbaasd en blij dat opa zijn nieuwe coach was. Nu voelde hij zich heel speciaal. Weet je, ik heb ook gevoetbald. Op een dag speelde ik de bal weg bij het andere team en schopte hem heel hoog in de lucht. Wat gebeurde er toen? Caillou voelde zich opeens toch niet zo speciaal meer. Hij dacht dat de voetbalverhalen van opa alleen voor hem waren. Hij stuiterde tegen de paal en kwam weer recht om af. Dus gaf ik meteen een kopbal, waardoor ik toch nog scoorde. Goed dan, pak nu allemaal maar een bal en ren vast het veld op. Ja, laten we spelen. Waar wacht je nog op, jongen? Niks hoor. Goed gedaan, voetbalster. Caillou vond het fijn om zijn opa te laten zien hoe goed hij kon voetballen. Goed gedaan, man. Leo, jouw beurt. Caillou was verbaasd. Opa deed met iedereen hun speciale high five. Hij zou dat eigenlijk alleen met Caillou moeten doen. Heel goed, team. Laat maar eens zien hoe jullie de bal kunnen overspelen. Goed geschopt, Caillou. En nu overspelen. Kom op, overspelen. Caillou wilde de bal niet overspelen. Hij wilde een doelpunt maken, zodat opa trots op hem zou zijn. Woehoe! Het is gelukt. Opa, ik heb gescoord. Heel goed, Caillou. Maar ik had gezegd dat jullie moesten overspelen. Geen doelpunten maken. Goed getraind allemaal. En wie wilde een fruithuisje hebben? Maar opa, er zijn toch maar 2 fruitijsjes? 1 voor mij en 1 voor u. Geen zorgen hoor, Caillou. Ik heb genoeg voor iedereen. Jouw opa is zo gaaf, Caillou. Caillou wist niet of hij het wel leuk vond dat zijn opa coach was. Ondanks dat de rest van het team dat wel vond. Hoe was de training, Caillou? Goed hoor. Caillou, waarom vertel je niet een voetbalverhaal van opa aan Rosie? Ik weet er geen één meer. Nou, Caillou, dat klinkt niet erg enthousiast. Maar dat zijn wij wel. We komen morgen allemaal naar je eerste wedstrijd kijken. Ja toch, Rosie? Ja, kijken! Luister goed, team. Leo staat op doel vandaag. Dus jij probeert de ballen uit het net te houden, oké? Okay? Ja! Clementine, Jason, jullie zijn de aanvallers. Dat betekent dat jullie een doelpunt moeten maken. Caillou en Jeffrey, jullie zijn de verdediging. Dus jullie helpen Leo om het doel te beschermen. Maar opa, ik wil doelpunten maken, zoals wij normaal samen doen. Maak je niet druk, Caillou. Iedereen komt aan de beurt. Oh, ja, goed zo! Ik heb hem! Jason? Erachteraan! Heel goed, schop hem maar weg! Nee, de andere kant op! Geef niks, team. Ga snel weer het veld op en heb plezier. Caillou vond het jammer dat het andere team had gescoord. Maar toen kreeg Caillou een grote kans om een doelpunt te maken. Ja, heel goed, Caillou! Je kunt het, Caillou! Schop hem erin! Ja, Caillou! Caillou was verdrietig. Hij wilde nu geen voetbal meer spelen. Even rust! Hé, jongen, wat is er? Ik ben niet goed in voetbal. Daar ben ik het niet mee eens. Jij hebt net geen doelpunt gemaakt, maar je schoen wel. Opa,
U doet de high fives en u eet de ijsjes met iedereen. Dat zijn toch eigenlijk onze speciale dingen? Oh, ik snap het. Caillou, als ik coach ben, behandel ik iedereen op dezelfde manier. Dat hoort bij de baan. Maar ik ben ook nog opa. En daardoor ben ik altijd trots op jou. Zie je dit? Dit is een speciale voetbalmedaille die ik ooit gewonnen heb. En jij mag die hebben. Dan weet je dat ik er altijd trots op ben je opa te zijn. Zelfs als ik ook je coach ben. Bedankt, opa. Gelukkig bent u mijn coach. En gelukkig bent u ook mijn opa. Fijn. Ga nu maar weer het veld op en heb plezier. Caillou wist nu dat zijn opa zijn coach kon zijn. En gewoon zijn opa. En een van zijn grootste fans. Het veiligheidshulpje. Goed allemaal, tijd voor de kring. Yay! Tijd voor de kring. Caillou zat heel graag in de kring. Dat was bij juf Martin altijd heel erg leuk. Vandaag wil ik het hebben over wat we kunnen doen om veilig te spelen op de kleuterschool. Weet een van jullie een veiligheidsregel? Clementine? Als we onze schoen weten strikken, vallen we niet. Precies. En wie weet er nog een? Lopen in de gang en niet rennen. Ga alleen van de glijbaan met je voeten vooruit. En wacht tot degene die voor je ging van de glijbaan is, zodat je niet op hem valt. Juist. Wat een goede veiligheidsregels. Ik was sommige alweer vergeten. Daarom moeten we er soms aan herinnerd worden. Goed. Een van jullie krijgt vandaag een hele speciale taak. Ik zoek een veiligheidshulpje. Wie wil deze taak? Dan krijg je deze ster en dit fluitje. Dan mag je ons helpen om veilig te spelen. Het leek Caillou wel leuk om het veiligheidshulpje te zijn. Caillou, kom maar bij mij. Gefeliciteerd, je bent mijn allereerste veiligheidshulpje. Dus Caillou, als je iets ziet dat onveilig is, blaas je op de fluit. Begrepen? Begrepen. Caillou was trots op zijn speciale taak. Hij vond het leuk om juf Martin te helpen. En nog leuker om op zijn fluitje te blazen. Let op, straks struikelt iemand over het krijtje. Oeps, bedankt Caillou. Let op, je veters zitten los. Oeps, dat klopt. Hey Jason, moet je zien. Jeffrey, dat is niet veilig. Nee, dat is zeker niet veilig. Je moet met je voetjes naar voren van de glijbaan, Jeffrey. Sorry, was ik vergeten. Goed gezien, Caillou. Hoe deed ik dat vroeger zonder jou? Het is leuk om veiligheidshulpje te zijn. Ik deed het zo goed dat ik stickers kreeg van juf Martin en ik mocht zelfs het fluitje meenemen naar huis. Dan heb je het inderdaad goed gedaan, zeg. Neem voor de veiligheid kleine hapjes. Je hebt helemaal gelijk. Maar geen gefluit hier aan tafel, begrepen? Begrepen. Maar mag het strakjes wel? Ik moet nog even oefenen. Pap, dit krukje is niet veilig. Je hebt helemaal gelijk. Het wiebelt enorm. Dat heb je goed gezien. Hier, mama. Doe maar met mijn schaartje. Die is veiliger dan die van jou. Bedankt, lieverd. Speelgoed op de trap is niet veilig. Kom maar, dan maken we een bushalte in de woonkamer. Goed, Caillou. Vroom, vroom. Miauw.
Zeg, wat als je valt? Hier, doe deze maar op. Heel goed, Caillou. Maar nu heb je wel genoeg op de veiligheid gelet. Bedtijd. Oh. Je moet wel goed slapen om morgen een veiligheidshulpje te kunnen zijn. Oh, juf Martin, ik weet een nieuwe veiligheidsregel. Echt waar? Vertel maar. Wees voorzichtig met de schaar. Goed bedacht. Je was een geweldig veiligheidshulpje, Caillou. Maar nu gaan we kijken wie vandaag het veiligheidshulpje wordt. En? Wie wil vandaag de veiligheidsster? Oh, ja, ik heb nog iets. En vandaag is het Leo. Ja! Alsjeblieft. Caillou, mag ik nu het fluitje terug? Leo mag hem hebben. Hij wordt het nieuwe hulpje. Caillou was verbaasd en verdrietig. Hij dacht dat hij voor altijd het veiligheidshulpje mocht zijn. Hoi Caillou. Nog bedankt dat je gisteren mijn veiligheidshulpje was. En weet je, nog een paar nachtjes slapen en dan mag je weer. Maar ik wilde het elke dag zijn, dus ook vandaag. Het spijt me als ik niet duidelijk genoeg was. Maar het is wel zo eerlijk om iedereen een kans te geven, vind je niet? Ik denk het wel. Fijn dat je het begrijpt. Ga je nu ook weer lekker spelen? Oké. Maar terwijl Caillou bij de glijbaan stond te wachten, zag hij iets waar hij van schrok. Hé, dat is niet veilig! Leo is toch het veiligheidshulpje? Dat maakt niks uit. Caillou heeft gelijk. We zitten op een schommel, zodat we niet vallen. Sorry, Leo. Ik wilde niet je taak overnemen. Dat geeft niets. Ik had Jason niet eens gezien. Hé, zullen we allebei veiligheidshulpjes zijn? Juf Martin, is het goed als Caillou en ik samen veiligheidshulpje zijn? Ach, dat is lief van jou, Leo. Caillou, wat vind jij? Dat is een heel goed idee. Maar ik weet nog iets beters. Nu heeft iedereen een veiligheidsster. Het was sowieso al veel te veel werk voor één iemand. Nu hebben we alleen nog een fluitje voor iedereen nodig. Dat dacht ik niet, Caillou. Ik heb geen fluitje nodig om te fluiten. Sorry. En zo leerde Caillou dat iedereen samen op de veiligheid moet letten. De frambozen opjutten. Caillou vond het leuk om mama in de tuin te helpen. Zijn de frambozen nu al rijp, mama? Frambozen! Frambozen, Rosie? Nee, ze zijn nog niet rijp. Ze moeten nog heel eventjes groeien. Oh, ik hou niet van wachten. Oh, maar ik weet wel iets om de tijd te doden. Je hebt me al zo goed geholpen. Misschien vind je het wel leuk om mijn tuinhulpje te zijn. Ja, leuk! Sorry, Gilbert. Jij hebt geen water nodig. Oh, Caillou. Sorry, mama. Heel goed, jongens. Nu gaan de zaadjes in een bakje. Let maar op. Dan geven we ze wat water en zetten we ze in het raamkozijn. Dat doen we, want bonenzaadjes plus water plus zonlicht worden... Bonenplanten! Heel goed, Klos. Zo, wat een slimme tuinier, zeg. Ja, Caillou? Ik ben de tuinier Hulpje. Ik zorg met mijn moeder voor de frambozenstruik. Wat geweldig, zeg. Aha, en straks heb ik genoeg frambozen voor de hele klas. Dat is heel lief van je, Caillou. Maar er moeten ook nog wat frambozen overblijven voor jou en je familie. We hebben straks honderden frambozen. En ik zorg ervoor dat iedereen wat krijgt. Ik kan wel 1000 frambozen eten. Beloof je dat je ze meeneemt? Ja! Zijn de frambozen nu al rijp?
Nee, nog niet, Caillou. Je zult nog eventjes geduld moeten hebben. Weet je wat ik vandaag heb geleerd? Bonenzaadjes plus water plus zonlicht maakt bonenplanten. Wat ontzettend leuk, Caillou. Frambozen! Nee, Rosie, de frambozen zijn nog niet rijp. Dat zei mama toch? Ja, dat klopt, Rosie. Pas als ze helder rood zijn, dan zijn ze klaar om te eten. Maar als je honger hebt, kunnen we wel iets anders eten? Ja, lekker! Honger! Drink jij je melk niet op, Rosie? Nee. Maar van melk word je groot en sterk. Roosje, nu groot! Oh ja, veel groter. Caillou kreeg plotseling een idee. Als Rosie groot werd van de melk, misschien werkte het dan ook wel bij de frambozenstruik. Caillou, wat ben je aan het doen? Ik geef de frambozenstruik wat melk. Dan wordt hij ook groot en sterk. Ik ben bang dat dat niet werkt bij planten, lieverd. Die houden alleen van water. Caillou wilde dat de frambozen sneller rijp zouden worden. Dus wilde hij de struik nog meer water geven. Wat ga je nu doen, lieverd? Ik ga de struik meer water geven. Dan worden de frambozen snel rijp. Oh, maar ik denk dat hij al genoeg water heeft gehad. Wat hij nodig heeft, is ietsje meer tijd om de frambozen te laten groeien. Goed dan, mama. Oh, ik kan nog wel heel even wachten. Kijk, de bonen beginnen te groeien. Hé, hey, heb je je frambozen meegenomen? Nee, ze zijn nog niet rijp. Je neemt ze wel voor ons mee, toch? Je hebt het beloofd. Caillou zal vast wel zijn best doen om de frambozen mee te nemen als ze rijp zijn. Maar ze moeten wel de tijd krijgen om te groeien. Kom op, groei! Maar frambozen opjutten was precies wat Caillou het liefste wilde doen. Alsjeblieft, groei, vergeet niet frambozen te krijgen. Oh, misschien wil je nog wat water? Je zorgt echt heel goed voor de frambozenstruik, Caillou. Dank je, maar denk je dat de frambozen ooit rijp zullen worden? En dat duurt vast niet lang meer. Ze krijgen heel veel water en zonlicht. Maak je maar geen zorgen. Er is geen zon. Caillou maakte zich zorgen. Hij wist dat planten veel zonlicht nodig hebben om te groeien. Aha. Wat ben je aan het doen, Caillou? Er is geen zonlicht. Ik geef de struik wat extra licht om te groeien. Dat is heel lief van je. Maar het licht van je zaklamp is niet hetzelfde als het licht van de zon. Oh. Maak je niet druk. De zon komt vanzelf weer tevoorschijn. Meneer, ik heb beloofd frambozen mee te nemen naar school. Maar ze zijn nog niet rijp. Oh, nu snap ik het. Het gaat echt niet lang meer duren. Een framboos kan je niet opjutten. Zoiets zei juf Martin ook al. Oh, dan moet het wel waar zijn. Want juf Martin is heel erg slim. Goed, morgen kijken we weer hoe ver ze zijn. Is dat goed? Mm-hmm. Caillou, oh. Rosie, komen jullie even kijken in de achtertuin? En weer maakte Caillou zich zorgen. Hij dacht dat er iets gebeurd was met zijn frambozenstruik. En die zorgen waren terecht. Er was echt iets gebeurd met de frambozenstruik. Oh, frambozen! Kijk, frambozen! Dat klopt! Lekkere frambozen. Ze zijn eindelijk rijp. En, was het het wachten waard? Ja! Volgens mij moeten we samen Caillou even bedanken dat hij deze frambozen heeft meegenomen. Dank je, Caillou. Ik vind frambozen echt het allerlekkerste van de hele wereld. Bedankt, Caillou. Geen dank, hoor. Ja, Leo? En wanneer gaan we de bonen eten? De planten zijn al goed aan het groeien, Leo. Maar bonen plukken zit er voorlopig nog niet in. We moeten geduld hebben, toch, juf Martin? Planten hebben tijd nodig om te groeien. Dat klopt, Caillou. Waarom zetten we dat er niet bij op het bord? Bonenzaadjes plus water plus zonlicht plus tijd maakt... Bonenplanten!
planten. Caillou had geleerd dat je een frambozenstruik niet kunt opjutten. Geen enkele plant trouwens. Maar geduld wordt beloond. Wachten met schaatsen. Mama, wat is papa aan het doen? Oh, hij is iets aan het maken voor jou en Rosie. Echt waar? Wat is het dan? Het is iets super speciaals. Caillou kon niet wachten om te horen waar papa mee bezig was. Papa maakt voor jullie een echte schaatsbaan. Een schaatsbaan? Ja! Ja, schaatsbaan! Oh, nee. Jullie kunnen toch niet in je pyjama naar buiten? Pyjama? Oeps. Volgens mij is hij nu helemaal af. Hoi, papa. Oh, hi, Caillou. Hi, Rosie. We staan al klaar om te schaatsen. Waar is de baan? Dit is de baan. Maar ik ben bang dat we er nog niet op kunnen schaatsen. Het kan nog niet. Caillou was teleurgesteld. Hij wilde eigenlijk meteen gaan schaatsen. Maar als jullie twee mij helpen, dan is de schaatsbaan veel sneller klaar. Ja! Mooi. Eerst gaan we sneeuw schuiven. We duwen de sneeuw over het veld. Heel goed, zo hebben we genoeg sneeuw. Maar we hebben nog veel meer te doen. Nu moeten we de sneeuw samen stampen, heel erg hard. En hoe doen we dat? We gaan op en neer springen, net als een kangoeroe. Wie is er een kangoeroe? Hoshi kangoeroe! Ik ook! En nu zijn we reuzen! Hey, die, do, dom! Hey, die, do, dom! Hey, die, do, dom! Nu is de sneeuw hard en glad. Ja! Nu gaan we schaatsen! Caillou, sorry, maar hij is nog steeds niet klaar. Het duurt heel lang om een ijsbaan te maken. Caillou vroeg zich af of de baan ooit af zou komen. Papa laat de baan groeien. Bijna, Rosie. Ik maak de sneeuw nat. Als het straks heel koud wordt, dan bevriest het en wordt het ijs. En dan kunnen we schaatsen. Maar Caillou was heel ongeduldig. Hij wilde nu meteen gaan schaatsen. Het duurt nog wel even voordat het water bevroren is, Caillou. Weet ik, maar ik kan niet wachten. Maak anders samen met Rosie een sneeuwpop. Dat is een leuke manier om de tijd te doden. Sneeuwpop! Oké. Alsjeblieft, meneer Sneeuwpop. Kijk, papa, onze sneeuwpop wil met ons schaatsen. Geweldig, Caillou. Het is altijd leuker met vrienden. Caillou vroeg zich af of de baan al bevroren was. Dus hij ging hem even testen. Het ijs leek al klaar om op te schaatsen. Of om op te glijden. Caillou, nee! Oh-oh. Caillou nat geworden. Het spijt me, papa. Ik dacht dat het bevroren was. Je moet echt meer geduld hebben, Caillou. Soms is het waard om ergens op te wachten. Nu moet ik de baan weer repareren.
Hoe lang gaat dat duren, papa? Nou, ik hoop dat hij morgenochtend klaar is. Morgenochtend pas? Oh, dat duurt nog eeuwen. En Caillou zwemmen in de sneeuw. Ik wilde gaan schaatsen, Rosie. Ik wilde niet zwemmen. Maak je geen zorgen, Caillou. Voor je het weet ben je aan het schaatsen. Weet ik, maar wachten is gewoon niet leuk. Hey! Caillou was vergeten dat hij met sokken over de keukenvloer kon glijden. Kijk, het is net alsof ik schaats. Caillou schaatsen. Caillou en Rosie schaatsen. Ja. Je kunt ook schaatsen op andere plaatsen. Goed gedaan! Het is ochtend! Ja! Caillou was heel erg blij. De baan was eindelijk klaar. Oeps, bijna vergeten. Ik kan niet schaatsen met mijn pyjama aan. Rustig aan, Caillou. Het ijs is er heus nog wel als je straks naar buiten gaat. Dat beloof ik. Sorry, mama. Ik ben gewoon zo blij. En was het waard om op de schaatsbaan te wachten? Ja! Ja! Daar zijn mijn kampioenen. Wie wil er warme chocolademelk? Ik! Hij is misschien een beetje heet. Dus om hem af te laten koelen, moet je eerst goed blazen. Oeh, dat is heet. Volgens mij heb ik mijn tong verbrand. Je moet geduldig zijn, papa. Soms is het het waard om te wachten. Ja, dat klopt, Caillou. Inderdaad. Volgend jaar zal Caillou iets geduldiger zijn als hij wil schaatsen op het ijs. De hik van Caillou. Caillou en zijn familie zaten aan een heerlijke spaghetti-maaltijd. Dit is top! Spaghetti is het allerlekkerst. Dat zie ik, Caillou. Maar probeer te eten zonder te slurpen. Caillou hield van spaghetti, maar het was heel moeilijk om het te eten zonder een slurpgeluid te maken. Oeps, sorry hoor. Het geeft niet, Caillou. Ik kan zien dat je je best doet. Net als Rosie. Zij doet echt haar best om haar servet niet onder de spaghetti saus te krijgen. Servet schoon! Dat klopt, Rosie. Maar je moet je servet wel gebruiken. Vooral als je hele gezicht onder de saus zit. Oeps! Iedereen moest lachen om Rosie. Maar terwijl Caillou aan het lachen was, maakte hij een geluidje. Kom maar, Rosie. Dan maak ik je wel even schoon. En dan mag jij mij helpen met de afwas, Caillou. Dat is goed. Ik help wel. Caillou deed extra zijn best om niets te laten vallen. Maar het was moeilijk door het geluid dat hij maakte. Oh, het klinkt alsof iemand hier de hik heeft. De hik heeft? Hoe kom ik hier weer vanaf? Gewoon wachten. Het houdt meestal vanzelf wel weer op. Oh, oké. Dan wacht ik wel. Hey, ik had gewacht, maar het is nog niet gestopt. Oh, je moet wel langer wachten dan dat, lieverd. Je kan tijdens het wachten ook even gaan spelen. Dat is goed, mama. Caillou bouwde een toren terwijl hij moest wachten. Maar... Oh, ik hoop wel dat ik ooit nog van die hik afkom. En hoe gaat het met jou? Alles gaat mis omdat ik de hik heb. Ik wil dat het nu ophoudt. Probeer er maar niet te veel aan te denken, Caillou. Als je wacht, zal de hik echt vanzelf weer verdwijnen. Maar
Ik heb al gewacht. Ik heb ook wel eens gehoord dat de hik kan verdwijnen door iemand een beetje te laten schrikken. Laten schrikken? Ik hou niet van schrikken. Je hoeft maar een beetje te schrikken, Caillou. Daardoor haal je heel diep adem en dan verdwijnt de hik vanzelf. Wil je het een keertje proberen? Als ik daardoor echt van mijn hik afkom, dan is het goed. Goed dan. Ben je klaar? En... Woe! Hey, het is gelukt! Oh, nee, niet gelukt. Misschien was het toch niet eng genoeg. Maar daar kunnen wij wel voor zorgen, toch, Rosie? Boe. Boe. Caillou vond het helemaal niet eng. Mama en Rosie waren veel te grappig. Boe. Oh, dit werkt ook al niet. Gelukkig ben ik er nog. Ik schud zo een paar supergoeie hikbehandelingen uit mijn mouw. Echt waar? Nou en of. Ik ben de absolute nummer 1 hikbehandelingskampioen. Kom, dan laat ik het je zien. Let op. Sommige mensen komen van hun hik af door heel snel water te drinken. Uit een slang. Dat is nog niet zo makkelijk als je denkt. Kan best een troep worden. Maakt me niet uit. Ik probeer het wel. Caillou leerde dat je met drinken uit een slang inderdaad een troep kon maken. En dat merkte papa ook. Hey. Oeps, sorry papa. Dat geeft toch niks, Caillou. Op een warme dag als deze is koud water juist goed voor me. En voor het gras. Het is niet gelukt. Ik heb nog steeds de hik. Geen probleem, Caillou. Ik heb nog wel een ander idee om je te helpen. De op zijn kop oplossing werkt altijd. Rosie ook, Rosie ook. Alleen als je ook de hik hebt, Rosie. Ik doe dit zodat mijn hik niet terugkomt. Niks aan de hand. We kunnen nog een dingetje proberen. Ik heb deze voor het laatst bewaard. Hierdoor kom je zeker weten van je hik af. Wat moet ik doen? Doe mij maar na. Je springt op je linkervoet en wrijft op je hoofd met je rechterhand. Caillou vond dat papa er maar gek uitzag. En dat vonden mama en Rosie ook. Oh, kijk. Papa is al wel heel erg... Hoppa! Dat klopt. Maar Caillou wilde heel graag van die hik af zijn. Dus ging hij toch ook maar springen. Zo gaat die goed, Caillou. Laat die hik maar verdwijnen. Heel goed, Rosie. Spring maar met ons mee. Oh. Gaat alles goed? Het gaat prima. Ik denk dat ik wat vaker moet oefenen met springen. Ik heb nu nog steeds de hik. Stel dat de hik voor altijd blijft. En altijd en altijd. Oh, dat zou wel heel erg vervelend zijn. Misschien kan ik dan maar beter geen spaghetti meer maken. Want van spaghetti krijg jij blijkbaar de hik. Ah, maar mama, spaghetti is het allerlekkerst. Dat vindt Rosie ook. En papa toch ook? Het komt niet door de spaghetti dat ik de hik heb. Dat weet ik zeker. En trouwens, misschien is hij al wel weg. Hé, luister. Caillou had gelijk. Zijn hik was echt verdwenen. Misschien ben je wel geschrokken van mij toen ik zei dat je geen spaghetti meer kreeg. Nee, ik denk dat het vanzelf is gestopt. Zoals je al eerder had gezegd. Maar ga je nu echt nooit meer spaghetti maken? Natuurlijk wel, Caillou. Ik zat je maar te plagen. Phew. Gelukkig maar. Ik ben dol op spaghetti. Rosie ook. Spaghetti. Nee, nu niet, Rosie. We hebben het net gegeten. Snel weer, Rosie. Dat beloof ik. Oh-oh. Nou heb ik de hik gekregen. Caillou had geleerd dat de hik vanzelf weer weggaat. Als je maar geduld hebt.
jaar!